Remember the promise you made. Ja, en of deze mensen die hier bij mij aan tafel zitten iets met promises te maken hebben, dat gaan we meteen horen. Maar in ieder geval, ze zijn al keihard aan het werk geweest. De VZW Aardbei. Welkom. Dag. Hallo. Ja? Dag Steven. Dag Jan. Hallo. En Olivier is het, hè? Jawel. Ja, toch wel. Even vragen meteen, wat is VZW Aardbei, Jan? Aardbei is eigenlijk een VZW van jonge mensen. Dat is het belangrijkste. En wij willen heel graag bezig zijn met podiumkunsten. Op allerlei gebied. En wij brengen wat mensen samen om talent te zoeken en dat talent te gebruiken om iets op een scène te brengen. En jullie zijn al keilang bezig, want jullie hebben een bepaalde productie ook, het lelijke eendje. En daarvoor zit jij hier, Olivier. Ja. Niet dat jij zo eruit ziet natuurlijk. Dank u wel. Maar jij bent wel de hoofdrolspeler. Ja, een van de hoofdrolspelers. Hè? Ja, en wat houdt dat concreet in voor jou? Heb je al veel toneel gespeeld? Heb je de kriebel al te pakken? Wanneer gaan jullie optreden? Wat is het eerste? Ik heb de kriebel zeker en vast te pakken. Ik heb een beetje ervaring, maar niet zoveel. Maar ik word ongelooflijk goed begeleid door de mensen van de crew. En ik werk samen met een fantastische cast, dus dat is heel fijn om te doen. Ja, en hoe ben je erbij gekomen? Worden er audities gedaan of hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, dus ik was eigenlijk op zoek naar een leuke productie om aan mee te werken, waar dat ook wel sfeer in de groep en zo wel belangrijk was. En zo ben ik eigenlijk via de website eigenlijk bij de VZW Aardbei terechtgekomen. Ik heb audities gedaan en hier zit ik. Oké, fantastisch. En jij bent ook voorzitter, niet alleen regisseur van Honk. Ja, ook voorzitter van de VZW. Ja, en jullie hebben al heel wat producties gedaan. Ik heb even op jullie website gekeken. Jullie doen niet alleen musicals, hè. Into the Woods was er eentje, maar jullie hebben ook een dansvoorstelling Rhythm gedaan. En hoe vind je dan de juiste mensen op de juiste plaats, op het juiste moment? Het is een echte zoektocht om mensen te vinden, maar we zijn er heel veel mee bezig en vandaar dat we zoveel projecten te doen en proberen we eigenlijk mensen uit het ene project mee te trekken naar een ander project. En zo, via netwerken, zo van die zaken. Hè. Ja. Zo proberen we de mensen te vinden. Staat er een bepaalde leeftijd op van hoe jong je mag moet zijn of hoe oud je het is? Het is cultuur voor en door jongeren, hè, dus het zou de jongeren moeten zijn, maar eigenlijk is het voor ons vooral jong van hart en geest is het belangrijkste. Er staat eigenlijk geen leeftijd op. Fantastisch. Nee. Cultuur voor en door jongeren. Ja, absoluut. Dat is wel knap dat jullie dat combineren. Dat is een serieuze baseline, hè? Ja, eigenlijk, want ze staat van onder op jullie website ook, absoluut, heb ik gezien. Ja. Welke, als je dat zo zegt, dan, welke opleiding hebben dan jullie medewerkers nodig? Of is het aldoende leert men ook? Of hoe moet ik dat inschatten? Het is voor een stuk aldoende leert men, al willen wij wel dat onze crewmensen en degene die de acteurs en de performers begeleiden, dat zij een professionele opleiding hebben of nog aan het genieten zijn. Hè. Dus dat zij ofwel regie studeren of voor het orkest directie studeren. Dus ze moeten er wel professioneel mee bezig zijn. Maar het is voor de acteurs en de performers altijd een leerproces. En dat is het belangrijkste. Dan ga ik het meteen aan de acteur zelf vragen natuurlijk. Is dat zo? Wat is voor jou het leerproces geweest? Hoe lang ben je al bezig aan deze productie? Aan deze productie ongeveer iets meer dan een jaar eigenlijk ondertussen. Maar je hebt voordien al meegedaan met andere producties misschien? Maar dat was heel kleinschalig hoor. Dat was echt niet zo... Maar ik heb wel wat ervaring opgelopen bij andere organisaties en zo. Maar ik merk wel dat er heel, heel intensief wordt gewerkt met hetgeen we nu aan het doen zijn. En dat er, zowel als het op acteren, dansen, zingen aankomt, dat er heel, heel erg in detail wordt gegaan. En dat is wel leuk. Daar leren we heel veel van. Ja, en onder ons gezegd, Jan zit er even niet. Is dit een goede regisseur, die Jan? Ja, echt waar. Okay, heeft hij jou wel inderdaad wat kunnen optillen? Of voel je ja, dat zeker en vast. Ja. Ik vind dat het feit dat we met een professionele crew werken en het feit dat we met andere mensen werken die in de cast zitten, die ook heel gemotiveerd zijn en die zich ook echt wel gooien in hun rol, dat brengt echt wel het beste in ieder van ons naar boven. Heb ik toch, zo voel ik het toch aan. Oké, ik ga even terug naar VZW Aardbei, dus naar Jan, hè, voorzitter. Ja. Hoe kan je je projecten blijven overtreffen, of evenaren op zijn minst, maar het moet toch wel moeilijk zijn, want jullie bereiken, als ik het goed doorheb, zouden jullie 3000 leerlingen willen bereiken, basis en secundair. Dat is nu wel het geval voor Honk, alleszins. Voilà. Wij proberen heel veel te leren uit onze fouten van vorige projecten. En daar die fouten mee te nemen in een volgend en die niet meer maken natuurlijk. En zo proberen we te overtreffen. Eigenlijk altijd op zoek gaan naar heel veel enthousiasme, engagement. En dat is het belangrijkste, dat we dat kunnen uitdragen. Oké, fantastisch. Ik vind het een mooie afsluiter, in ieder geval voor hier aan tafel. Want straks zien we jullie terug. En misschien ook nog wel, zeker weten, met Simon en Alexandra. Hè, die ook meespelen in jullie productie. Namelijk het lelijke eendje. En dat zien we dan allemaal wel hoe dat loopt. VZW Aardbei. Inderdaad. Hartelijk bedankt, tot straks. Dank je wel.